Molenbroek viert bescheiden haar 120-jarig bestaan. Stichting Veteraan Autobussen heeft nieuw onderkomen. Nu al een run op nieuwe studiecellen in Coda. Dit is het RTV Apeldoorn nieuws. Drie generaties lang wordt de bedden- en lingeriezaak van Molenbroek al bestierd. De winkel van Molenbroek zit op de hoek Korenpassage Korenstraat en viert haar 120-jarig bestaan. En dat doen ze heel bescheiden. Meneer Molenbroek, gefeliciteerd. Uw bedrijf bestaat 120 jaar. Hoe lang doet u dit zelf al? Sinds 1986 ben ik aan de zaak aan het werk. En in 1996 heb ik de zaak overgenomen van mijn vader destijds. Hoe komt het nou dat het bedrijf al zo lang bestaat? Wat denkt u? We brengen natuurlijk altijd een bepaalde service, een bepaalde kwaliteit. Ja, en de betrouwbaarheid naar Apeldoornse bevolking toe. Want waar is het allemaal mee begonnen? Kunt u dat vertellen? Ook met textiel en lingerie zoals we dat nu hebben. Alleen, mijn opa die had nog een knapzak. En mijn oma had een winkeltje zo groot als mijn kantoor op het moment. En die had maar twee soorten onderbroeken. Maar wel in het ondergoed. Dan ga ik u vragen, wat is een knapzak? Een knapzak is een houten stok. Swiebertje. Die had zo'n oude rode boeren. Zat ook aan een stok. Dat heette knapzak. Of ook de volgende generatie Molenbroek straks de winkel gaat bestieren, valt te betwijfelen. U heeft ook een zoon, hoorde ik u zeggen. Ja. Gaat hij het overnemen? Hij is 18. Ik zou het heel leuk vinden. Maar hij heeft het keus. Hij heeft de vrije keus. Ik heb een dochter van 21 en een zoon van 18. En ze hebben allebei de vrije keus. Jarenlang zat de Stichting Veteraan Autobussen werkgroep Apeldoorn-Arnhem in Lieren. Maar sinds vandaag heeft de werkgroep een nieuw en groter onderkomen aan de Vlijtseweg in Apeldoorn gekregen. Vandaag konden de bezoekers al een kijkje komen nemen, maar ook morgen vanaf 10 uur kan men dat doen. Is dit permanent te bezoeken voortaan? Nou, wij zijn een club van vrijwilligers en dat betekent dat we niet alle dagen hier zijn. Maar als mensen op dinsdag komen, dan zijn we er altijd en meestal op woensdag ook. Hoeveel bussen staan hier? Er staan hier 14 bussen van onze collectie van 20. Van de werkgroep Apeldoorn en Arnhem hebben we ook nog een aantal in Arnhem staan. Ja, dat zijn trolleys en daar kun je weinig mee in Apeldoorn. Wat is nou de oudste bus die jullie hier hebben staan? De oudste bus staat buiten. Dat is een Zwitserse postbus, de Saurer 4. En daar maken we vandaag en morgen ook wat rondjes mee in Apeldoorn. Zijn er nou nog bussen waarvan u denkt, nou die willen we graag nog hebben? Ja, er zijn wensen zat. Helemaal achterin staat een hele oude vatbus, een oude touringcarbus. Maar als ik zeg bus, dan zeg ik eigenlijk al te veel. Het is meer een karkas en die gaan we restaureren. Logischerwijs zou dit museum en werkplaats in het Zwitsercomplex ondergebracht moeten worden. Volgens de stichting was dat ook het idee, maar de huurprijs was daar veel te hoog. Nu zit de Stichting Veteraan Autobussen in een pand er praktisch naast. Verhuizen naar een grotere ruimte was echt nodig. Hoe lang waren jullie nou bezig om een onderkomen hier in Apeldoorn te vinden voor die bussen? We zijn 2 jaar bezig geweest vanuit onze vestiging in Lieren. Want we kwamen tot de conclusie dat we daar echt te krap stonden. Het was altijd manoeuvreren als er een bus uit moest. Er stond zelfs een bus buiten, want we hadden geen ruimte meer. Dus de laatste 2-3 jaar zijn we serieus aan het zoeken geweest. We zijn begonnen met de Zwitserfabriek, maar dat is helaas niet gelukt. De stichting bedrijft zichzelf zonder enige subsidie of sponsoring. Wij zijn dus een landelijke stichting zonder enige vorm van subsidie. En de enige vorm waarin we de huur kunnen betalen van deze stalling en waarin wij de bussen kunnen laten rijden, kunnen restaureren, kunnen repareren. Dat is het verhuren van bussen, dat doen we dus ook. En aan wie gaan jullie die bussen verhuren dan? Ja, iedereen die zegt we hebben een trouwpartij of we willen eens een keer een historische rit maken. We willen een ritje maken vanuit de stoomtrein in Beekbergen. Die kunnen een bus huren bij ons. De werkgroep Apeldoorn-Arnhem bestaat uit 30 vrijwilligers, maar dat aantal is niet genoeg voor het vele werk. Daarom is de stichting naastig op zoek naar nieuwe, enthousiaste medewerkers. Informatie is te vinden op sva-museumbussen.nl.
De verbouwing is nog maar amper klaar, maar nu al zijn de nieuwe studiecellen in de bibliotheek van CODA veelal bezet. De studiecellen zijn er om rustig huiswerk te maken voor jongeren die straks examen moeten doen. Het is een van de vele nieuwe initiatieven die CODA in haar bibliotheekruimte is gestart. Hoe komen jullie op dat idee? CODA heeft inderdaad iets nieuws en de studiecellen dat vormen in wezen is dat de tweede fase van CODA Junior. De eerste fase is het speelleerlandschap met glijbaan en toebehoren. En het tweede gedeelte is dat wij hebben gezocht naar en geanticipeerd op maatschappelijke ontwikkelingen. Een van die ontwikkelingen die we hier tot stand hebben kunnen brengen zijn studiecellen. Er is dus heel veel behoefte aan rustige studieplekken. Jongelui hebben steeds meer moeite met concentratie, worden snel afgeleid. Heeft niet iedereen een gelukkige situatie om rustig te kunnen studeren. Die trend was al een tijdje gaande. De bibliotheek kende al veel plekken aan de zijkanten van dit gebouw waar jongelui konden studeren. Maar door deze verbouwing, CODA Junior is bedoeld voor kinderen van 3 tot 18 jaar. Dit is dus de tweede fase. We hebben gezorgd dat hier een aantal studiecellen kwamen en een stuk overloop in die grotere ruimtes waar men ook heel rustig kan studeren. Jij bent hier aan het studeren. Waarom doe je dat niet thuis en hier? Omdat ik thuis een broertje en een zusje heb. En die rennen en springen de hele dag door het huis. En dat vind ik vaak niet zo bevorderend voor mijn concentratie. En omdat het hier zo lekker rustig is en een fijne werksfeer, leer ik eigenlijk altijd hier. En dus dit komt heel goed uit zelfs? Ja, eigenlijk wel. En hoe ben je hierachter gekomen? Want dit is nieuw, hè? Dit is nog niet zo lang. Dus hoe ben je erachter gekomen dat het hier in CODA is? Je had natuurlijk altijd dat je in de bieb kon zitten hier. Maar ik hoorde van vrienden dat hier een nieuwe studiezaal was. En toen dacht ik, nou, dan ga ik eens kijken. En toen beviel het me eigenlijk allemaal wel. Wat voor jaar doe je? Ik zit in 6 gymnasium. Dus ik heb over 2 weken examens. Minder dan 2 weken. En hoe sta je ervoor, denk je nu? Ik sta momenteel op slagen, maar ik kan laat maar zeggen niet mijn hele examen verpesten. Ik moet ook nog wel redelijke cijfers halen voor mijn examens om te slagen. Maar als het goed is, als ik wat doe, dan komt het wel goed, denk ik. Waar komt het idee vandaan? Het idee komt vandaan dat de maatschappij aan het veranderen is. Jongelui veranderen. De maatschappij is dermate veranderd dat niet alleen digitaal, technologisch, maar ook met allerlei vormen van communicatiemiddelen. Jongelui zijn de hele dag bijvoorbeeld met telefoontjes bezig, zijn met dit bezig, zijn met dat bezig. Moeten toch een gedeelte van het jaar geconcentreerd werken, proberen hun diploma's te halen. En het idee is een ontwikkeling in de maatschappij dat vroeger zaten jongelui wat langer thuis. Ouders werkten niet allebei. Tegenwoordig werken meestal de ouders allebei. Er is wat minder toezicht thuis. Jongelui komen eerder in de verleiding en bedenken dus zelf van, willen we een rustige plek, dan zoeken we medestanders op. In dit geval medeleerlingen, medestudenten, dat we geconcentreerd kunnen werken. Het loopt storm, want ja. Bijna alle cellen zijn vol en andere ruimtes zelfs ook. Had u verwacht dat dat zo storm zou gaan lopen? Nou, wij hadden inderdaad verwacht dat het storm zou gaan lopen. Maar op deze schaal hadden we dat nog niet verwacht. Want officieel zijn we hebben we nog geen openingshandelingen verricht. Dat is de bedoeling dat we dat in de tweede week van juni gaan doen. Maar we hebben heel veel druk gezet op de verbouwing, op het laatste gedeelte, om te kunnen realiseren dat dit soort functies, ruimten, al beschikbaar zouden kunnen zijn, omdat het tentamen, examenseizoen aanstaande is en jongelui nu, juist nu, behoefte hebben aan dit soort ruimte. De studiecellen is een van de vele andere projecten die CODA aan het uitvoeren is. Ook de begane grond en eerste verdieping worden aangepakt. Naast de studiecellen komt er ook een ruimte voor technische beroepen. Eén ruimte hebben we nog niet ingericht. Dat is een ruimte die gaat ingericht worden als een fablab. En een fablab dat is wezen een fabrikage van achtige laboratoriumsetting waar een aantal apparaten, technologische nieuwe apparaten komen te staan, 3D-printers en dat soort zaken. Dat doen we niet zomaar. De bedoeling die daarachter zit is dat we samen met het onderwijs projecten gaan opstarten, het ROC en de Hogeschool Saxion in dit geval waarschijnlijk,
projecten gaan opstarten om technisch onderwijs een pre-impuls te geven. Met andere woorden, dat het woordje techniek veel meer bij de mensen op tafel komt te liggen. Dat het duidelijk is van, er is een schreeuwend behoefte aan technisch personeel. Technische vakken zijn vaak stiefvakken op scholen. Jongelui kiezen vaak niet voor techniek. Het is dus straks in samenwerking met het onderwijs proberen we dat van de grond te verheffen. In die ruimte zullen workshops worden gehouden. Mensen kunnen zelf dingen doen. Er komen demonstraties. Er zullen lessen misschien worden gegeven. Er worden projecten opgezet met scholen. En aan de andere kant, het is en blijft delen van informatie en informatie brengen. Om een studiecel te bemachtigen moet je er al vroeg bij zijn. Als ik nou zo'n leercel wil hebben, moet ik dan een nummertje trekken onderhand of dat niet? Dat is nu nog niet nodig, maar als we echt flink reclame zouden kunnen maken, dan zouden we... Bij deze zouden we nummertjes kunnen uittrekken, maar dat zijn we niet van plan.